Ja, sorry voorzitter. Wat is dan het voorstel? Dus stel, we hadden nu in lijn met Oekraïne dat mannen tussen de 25 en de 65 niet zouden mogen uitreizen, hè, met alle voorwaarden voldaan. Vervolgens, wat is dan zijn voorstel? Dat Nederland gaat toetsen of inderdaad van die mensen of ze meer dan 3 kinderen hebben, want dat is een van de redenen voor ontheffing. Of een naast familielid is omgekomen in de oorlog, dat is een andere reden voor ontheffing. Dus A, hoe moeten wij dat toetsen, terwijl wij die data niet hebben van Oekraïne? En ten tweede, wat moeten we dan doen als blijkt dat hier iemand is die hier eigenlijk niet had mogen zijn? De heer Veldkamp. Voorzitter, het gaat niet om de situatie nu. Ik heb het over de opvolging van de huidige toepassing van de richtlijn tijdelijke bescherming op 4 maart 2025 afloopt. En het wringt, voorzitter, in mijn ogen dat de richtlijn tijdelijke bescherming, de toepassing daarvan voor Oekraïners, geen rekening houdt met het Oekraïnse beleid, met het beleid van het land dat wij zo graag willen steunen. Dat daar een uitreisverbod geldt voor mannen van bepaalde leeftijden en dat het EU-beleid daar geen enkel rekening mee houdt. Het wringt dat wij Oekraïne militair willen steunen met wapens, met munitie, et cetera. En tegelijkertijd, wat dat betreft, het EU-beleid niet in lijn plaatsen met het Oekraïns beleid. Mijn voorstel is gewoon niet meer dan vooruitkijken en de staatssecretaris aanmoedigen dat hij hierover in gesprek gaat met zijn Europese collega's en met mensen van de Europese Commissie die nu aan het nadenken zijn ook over langetermijnbeleid, weten we, en die nu ook al aan het nadenken zijn over een voorstel van de Commissie voor de opvolging van de huidige regeling. Dank u wel. Een vervolgvraag. Ja, voorzitter, dit is gewoon geen beantwoording van mijn vraag. Ik heb het ook over de toekomst, namelijk het belachelijke voorstel van de heer Veldkamp. Daar heb ik het over. Nu geldt dit niet. Dus over de toekomst. Prima als Oekraïne beleid maakt. Ik snap dat ontzettend goed dat natuurlijk Zelensky wil dat die mannen in het land blijven en meevechten. Zorg er dan voor als Oekraïne dat die papieren niet te koop zijn. Of dat je aan de grens die mannen tegenhoudt. Maar dat is niet wat de heer Veldkamp vraagt. De heer Veldkamp vraagt dat de staatssecretaris in Brussel met zijn Europese collega's in gesprek gaat over, nou, wat? Over wat? Wat moeten we dan doen? Stel de wens van de heer Veldkamp gebeurt bij de verlenging van de tijdelijke regeling. Vanaf 4 maart 2025 geldt de tijdelijke regeling niet meer voor Oekraïnse mannen tussen de 25 en 65. En uw vraag is, mevrouw Pieri. Uitvoering, voorzitter. Waar de NSC zo campagne mee voert. Uitvoering. Wat gaan we dan doen? De heer Veldkamp. Voorzitter, we hebben hier volgende week een groot debat, mede door mij aangevraagd, over 2 jaar oorlog in Europa, 2 jaar oorlog Oekraïne, met diverse bewindslieden. Het is in die oorlog op dit moment erop of eronder. We willen dat Oekraïne wint. Dan moeten we toch na willen denken over allerlei aspecten daarvan. En één aspect daarvan waar we gewoon over na moeten denken. Misschien heeft mevrouw Pieri haar oordeel al klaar, maar ik nog niet. Na moeten denken over hoe we Oekraïne maximaal kunnen helpen. En of we niet in het EU-beleid, op de richtlijn tijdelijke bescherming, in de toekomst. Ik heb het niet over nu en nu mensen wegsturen en mensen ongewenst verklaren. In de toekomst rekening gaan houden, ook met het Oekraïnse beleid, wat betreft hun militairen, hun mannen van militaire leeftijd, hun te mobiliseren mensen. We kunnen toch Oekraïne niet dat potentieel onthouden, terwijl we wel wapens en munitie sturen. Ik weet, dit is een delicaat onderwerp, maar daarom vraag ik ook niet meer aan de staatssecretaris, omdat hij in gesprek gaat hierover met zijn Europese collega's en met de experts van de Europese Commissie die de toekomstige regelingen gaan ontwerpen en waarvan we weten dat die over de lange termijn aan het nadenken zijn.